recht, uit elkaar spelen, zo maken. Kom maar. Jij pakt die 12 hier op. Hey, hey, hey. Houd druk, houd druk! Houd druk! Juist!
Rijn en Luikie in de mandekking met z'n tweeën. Menno komt erbij. Een mooie 3-0 overwinning op VVV Arnhem. Ging het een beetje zoals je het bedacht en verwacht had? Nou, wel gehoopt. Hè? Dus ik vind dat we de eerste helft echt goed gespeeld hebben. En vanuit het veldspel maken we denk ik gewoon goede doelpunten. Dus ja, daar hoop je vooraf wel op. Ik ben blij met die overwinning. En waar verklaar je eigenlijk het uit dat de tweede helft die toch wat minder was dan de eerste helft? Nou ja, goed, hun gaan ook verder vooruit natuurlijk. Kijk, hun moeten ook wat gaan doen. Hè. Ze staan met 2-0 achter in de rust. Dus ik vond dat hun goed uit de kleedkamer kwamen. En daar hadden wij het in de tweede helft wel wat lastiger mee. En de ruimtes werden wat te groot, dus er werd moeilijk beloopbaar. Nou ja, goed. Maar die jongens hebben keihard gewerkt en de overwinning over de streep getrokken. En dan ook de andere uitslagen die nog gunstig zijn voor jullie. En dan nu gewoon die derde periode pakken. Nou ja, dat is wel de bedoeling. Alleen, of dat gaat lukken, dat zullen we zien. Maar goed, we kijken gewoon naar onszelf. Ik hoorde dus net de uitslagen van iemand anders, maar zeg maar niet zoveel. Ik wil gewoon dat wij zelf elke week ons ding doen en dat vind ik het belangrijkste. En wat verwacht je nou nog van de rest van het seizoen, die laatste wedstrijden?
Nou, het zou mooi zijn als we deze lijn kunnen doorzetten. Hè. Ik bedoel, we hebben een goede fase natuurlijk naar de winterstop. We spelen ook steeds beter, vind ik. En die lijn die moeten we gewoon met z'n allen doortrekken. En nou, dan zullen we zien wat het op gaat leveren. Nou, we hopen op wat moois. En in ieder geval vandaag weer een mooie wedstrijd gezien. Nou, hartstikke goed. Oké. Dankjewel. Ja, graag gedaan.